luisteren vanavond naar Slavomir en Sita. Wat een gekkenhuis. Het moet niet gekker worden. Wauw. Yes. Ja, dit is, kijk, dit is net een dierentuin. En ik moet je zeggen... Oh, en dat is lief. Die is leuk, hè? Oh, goed. Slavomir, can you pick up the big one? That's because Sita de lacht. Oh. Een soort ijsbeertje. Wat leuk. Ik denk dat jij vandaag of morgen... Oh, lief. Ik denk dat jij vandaag of morgen ook bij Artis wordt uitgenodigd als een lief slingeraapje of zo, als een speciale attractie. Het ging nu wel heel ver, hè? Ja, het totaal ging eigenlijk heel op zijn kop in die lift. Ik was echt onder de indruk. Het ging ook ongekend. Lekker, ik had er zin in. Wat een lef klein poppendopje dat je bent. Had je goed gegeten vanavond, Sita, hier of niet? Ja, lekker de taco's gegeten. Dat is heel lekker. Ze zitten nog op zijn plek. Ik hoop het ook voor jou, ongekend. Nee, ik had er ook heel veel zin in. Ik dacht van nou, ik ga ervan genieten. Jij dacht, ik heb er zoveel zin in, laat ik maar eens eventjes een paar minuten lang gewoon boven mijn hoofd gaan laten tillen door die man. Ik had er zin in de kermis. Ik heb enorm genoeg. En voor je gevoel ging je gelijk, ging het lekker, want... Volgens mij wel. Ja, het ging allemaal met de meiden, hartstikke leuk om met de dansers te dansen. En ik sta er net, wat gebeurt er allemaal? Ja, we hebben een baby op het ijs. Die zal ook voor jou zijn, Sita. Slavomir, there is a little baby on the ice floor. Can you pick it up for Sita, please, if you want? Sita, ja, dat vindt hij niet erg. Wat lief. Give him a big hand. Slavomir. Yeah. Ja. Ja, maar het is voor hem toch een eitje om het even zo te pakken. Leuk. Oh, is dat niet schattig? Nou, kijk nou, zo'n grote. Nou, Sita, op een gegeven moment hang je dan op zijn kop. Dan denk je van, ja, nu moet ik het volhouden. Maar je bent toch hartstikke draaierig? Nou, dat valt dus wel mee. Heb je veel gerepeteerd afgelopen? Ja. Dit ding bedoel ik. Ja. Oh ja, hoe heet dat? Heeft dat een speciale naam? Is dat een hangtrek, vliegwerk, pirouette? Nee, geen idee. En kijk, dan knijpt hij in mijn billen en dan moet ik mijn benen zo wijd doen. Nou, dat is aardig gelukt. Nou, had ik mijn zekerheid voor de helft. Hij opent mijn legs. No, normaal gesproken roept hij het. Normaal gesproken roept hij open. Open? Maar dat hoor ik nou. Lieve mensen voor de kijkers, u kijkt nog steeds naar hetzelfde programma. Het is geen vinger aan de pols. Ik denk dat het tijd wordt om naar de jury te gaan. Ik heb met jou eens een keer kom ik in die zaalplaats terecht. Ik heb er zo geen kracht meer voor. Maar ik vind het wel leuk. En applaus voor Slavomir, Sita en de kinderen. Ik kom er echt niet meer bij. Ik vind jou zo schattig.
schattig, maar ik moet ook zo lachen om Gerard. Dat is echt hilarisch. Maar weet je wat ik zo leuk vind? Even zonder dolle. Jij wilde heel graag hoge liften. En nou, weet ik niet of je het zelf net gezien hebt. Maar het is zo leuk. Hij lacht als een dolle als hij jou op mag tillen. Ja, echt. Ja, dat zie ik natuurlijk niet. Het is zo mooi. Die slaven is dan maar helemaal ik lach ook. Je ziet, ik hang wel ondersteboven, maar ik lach ook. Kijk eens. Ach, wat zoet. Die zijn voor ja, jou. Ja, we moeten eigenlijk een soort van mandje, zo'n trolley waar we al die beren in kunnen zetten. Want het wordt lastig met tillen. Ja. Dankjewel, Geer. We gaan naar de jury. We beginnen bij Peter. Wat vond je van de curvacita? Nou, ik vond het een perfecte show. En het gaat om zo... Het gaat om zomerhits, maar bij jou krijg ik een lentegevoel. Want ik heb al eerder gezegd dat je er nog niet helemaal was. En je bent nu de bloem die uit de knop komt omdat er lente komt. Dat gevoel krijg ik. Dat is hem, ja. En ik heb nog iets anders gezegd. Bij sommige liften heb ik wel eens het idee dat het een gynaecologisch onderzoek is. Omdat die benen gespreid vlak voor ons zo daar openvliegen. Bij jou gingen ze in die mooie hoge lift met je hoofd naar beneden ook open. Ja. Maar jij zit... zo hoog boven ons verheven dat ik dat gevoel hierbij niet heb. Gelukkig maar. Weet, heb je dit vanmiddag allemaal al bedacht? Of, Nee, dat is ter plekke ontstaan. Ter plekke ontstaan, oké. Sorry, maar wat ben je aan het doen allemaal? Omdat de schaatsers zo direct doorgaan, kunnen er geen beesten op de vloer liggen. Nee, dat is een beetje en ik ben de enige met schaatsen, anders succes, dus sorry voor het volgende. Nee, je doet het hartstikke goed, dankjewel. Ik vind het heel lief van je. Goed over nagedacht. De jury, want natuurlijk is Sita ook heel benieuwd wat Wil ervan vond. Die ketchup, daar zat volgens mij onvoorstelbaar veel peper in. Want als een speer ging je over dat ijs. Nou, het is een spetterend geheel geworden. En Peter heeft net al gezegd, die hoge liften, nou, fenomenaal. Ik moet zeggen, ik heb er heel veel respect voor. Ik vond het geweldig. Wachten, maar we zullen het zien. Jane, de punt voor Sita. Een 10. Peter. 10. Wil. 10. 10. Ja, Mark heeft zijn cocktail nog niet op, dus ik ga hem zorgen maken. Mark. Nou, dat was absoluut indrukwekkend. Ook 10. Het is leuk van de jury, maar ze heeft ook echt uw steun nodig, anders redt ze het niet naar volgende week. Voor Sita en Slavomir kunt u bellen met 09090314 of sms Sita naar 4600. Goed gedaan, Ivy. Dank je, Slavomir. Geef ze een applaus. Tot zo. Hier en Sita.
Kom hier, meid. Zo, doe de haren uit je mond. Alle kanten weer opgegooid. Ziet er wat ik nou echt moet vragen? Dan moet je 2 kuren op zo'n avond doen. Hou maar rustig aan hem. Ik ben echt bij je af. Ja, dat begrijp ik. Ik zou wat zuurstof moeten als ik dat zou moeten doen. Echt, dat is toch? Nu ook een beetje. Zitten de tacos er nog in? Ja, ze zitten nog goed. Wrijf op de maag helpt niet, meid. Hey, luister, en dan moet je het verdelen. Dat wil ik juist zo graag weten, want dan denk jij, ik wil het tweede kuur misschien nog iets meer laten zien. En dan moet er toch heel veel gebeuren, hè? Ja, maar de eerste keer ga je er ook helemaal voor. Dus daar denk ik eigenlijk niet over na. Ik doe het echt, ja, 1 kuur tegelijk. En dan geef je alles en dan moet je inderdaad nog een keer. Maar het is wel heel gaaf om nog een keer te moeten. Ik vind het gewoon heel erg leuk. En deze ging ook goed. Dit vond ik zo'n mooie draai. Ja, dan moest ik heel stijf, mijn lichaam heel stijf houden in die Maar wat die ik net ook zag bij Slavomir, dat die tilde je boven je... Ja... Je hebt het toch maar even gedaan, dat hè? Dat was de hoge lift. We hebben hem toch gedaan. Hè? High lift. Dat ging helemaal hartstikke goed. Het is natuurlijk nu nog allemaal afwachten. Wat gaat er gebeuren? Jij gaat natuurlijk ook voor die finale. We worden steeds zenuwachtig. Achter de schermen merk je het ook. Ja. Sommigen zijn natuurlijk al langzaam en beginnen een beetje op te raken. Dat idee heb ik bij jou nog niet. Nou, kijk. Ik ben wel aardig, Als dit geen vakantiekaartje meer is, dan weet ik het ook niet meer, Sita. Want ik vind het ongekend. Ja. Ja, want ik bedoel, je moet zo vertrouwen op hem. Ja. Het is dan op een gegeven moment ook al 1/2 hand. Ja. Maar zit je dan met je kleine Sita-kontje boven dat ijs? Nee, dat meen ik serieus. Ik vind het, je neemt ook eigenlijk een enorm risico, toch? Nou, ja, we proberen natuurlijk eerst op de grond. En weet je, dat is allemaal wel veilig. Oké. Okay. Dus, maar het is leuk. Oké. Hey, we zagen net bij Geert dat de emotie een beetje opliep. Is dat voor jezelf, dat gevoel krijg je dan ook achter de schermen? Dat je denkt van, jeetje, het wordt nu wel een beetje veel. Het wordt steeds meer trainen en we moeten er naartoe richting de finale. Ja, weet vooral je? Die 2 kuren. Dat is toch ook best wel zwaar. Want de eerste dagen, dan haal je ze nog door elkaar. Dan denk je, oh, welke lift moet in welke dans? En dan schaats je gewoon het verkeerde patroon, zoals ze dat dan noemen. Ja. Dus dat is vooral heel moeilijk. Ja, en we zijn allemaal gewoon moe aan het worden. Pijntjes hier en daar, hebben we allemaal last van. Maar ja, we gaan er gewoon voor en ik hoop dat ik het af kan maken. Dat ik in de finale Je moet het afmaken, dat gaat gebeuren toch? Nou, ik doe mijn best in ieder geval. We doen ons best. Zo is het. Ja. Maar je haalt de jury nog wel, hè? Ja hoor, dat weet ik nog net. Heel goed. Geef ze een applaus, Slavomir! En Sita! Succes! Oké. Hallo bloemendame. Ziet er goed uit. Mooi. Dankjewel. Je weet dat er een bosroos uit je jurk groeit. Ik sta in bloei. Er staat een bloei. Prachtig. We gaan voor de laatste keer naar de jury. En de laatste keer horen we wat ze ervan vonden deze week. Ja, heel spannend. Jane. Ja, Sita en Slavo. Dit was weer een prachtige, goed uitgevoerde keur. Technisch heel erg hoog. Wat ik van speciaal genoten heb, is de drievoudige heuplift. Daar heb je de houding in je lijf perfect. Dat boven de heuplift heb je te danken aan 2 belangrijke dingen. 1, een prachtige, lichtgewichte lijf wat je hebt. En een sterke partner. En ik wil je bedanken deze week. Ik heb veel meer uitdrukking in je gezicht gezien. Dankjewel, Jan. Volgens mij is je cocktail op. Nee, is die op? Nee, helemaal. Nee. Jammer. Bijna. ik vond dat was een heel mooi programma met heel veel moeilijk, sterk, hoge liefde. Misschien 1 te veel. Ik vond de rock'n'roll liefde niet helemaal vloeiend. En jullie waren door deze liefde een beetje te laat en een beetje na de muziek. Over de uitstraling wat Jane heeft gezegd, ik ben absoluut het eens. Ik heb heel veel commentaar gehad de laatste paar weken. En ik viel, je bent nu zoveel beter. Jouw presentatie is zo sterk geworden. Ja, bravo. Dankjewel, Mark. Dankjewel. Oh, nou, de punten dan voor deze laatste kuur van Sita. Jane. 9. Een 9. Peter. Ook een 9. Ook een 9. Wil. De derde 9. De derde 9. Eensgezind tot nu toe. Maar Mark. Ja, helaas, because of the rock and roll lift, je krijgt ook een 9 van mij. Oké, allemaal 9's. Hoewel we misschien op 10 hadden gehoopt. Nou,
Maar ja, een 9, dat doen we toch ook voor. Ja, absoluut. Het waren wel de allerlaatste jurycijfers van vanavond. Met nog 4 sterren in de race hoef ik u eigenlijk niet te vertellen hoe belangrijk uw stem is. Met goede jurycijfers is er nog helemaal niets gezegd. Want er gaan maar 2 koppels rechtstreeks door naar de halve finale van volgende week. Dus pak de telefoon en stem voor Sita en Slavomir Houzen in die race. 09090314 of sms Sita naar 4600. Sita! Ja! We hebben inmiddels 8 dansen gezien, 2 van ieder koppel. En terwijl zij in spanning afwachten, gaan we een blik werpen op de voorlopige tussenstand. Maar we gaan eerst Sita en Slavomir onder een daverend applaus een beetje rust gunnen. Ga lekker zitten.